afgelopen weekend is Henk Nienhuis op 75-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Veendam. Naast zijn bijzondere verdiensten voor de BV Veendam aan de lange leeftijd was Nienhuis twee periodes actief in het stadion Oosterpark. Nienhuis was als assistent-trainer en later ook als directeur aan FC Groningen verbonden. Henk Nienhuis is van grote waarde geweest voor het betaald voetbal in het algemeen en voor het betaald voetbal in Noord-Nederland in het bijzonder. Wij vragen iedereen indien mogelijk te gaan staan en vervolgens ter nagedachtenis aan Henk Nienhuis 1 minuut stilte in acht te nemen.